nog eens een keer op een rijtje. Interessant, ja. Dan ga ik naar Chet Bruinja. Je hoort het al aan de naam, Chet Bruinja. Dat is een Fries van huis uit. En hij dacht, ja, in al die literatuurbloemlezingen daar staan eigenlijk alleen maar ja, Nederlandse dichters of dichters die in het Nederlands dichten. Hij zegt maar, de Nederlandse poëzie is meer dan dat. We hebben ook Antilliaanse, eh, 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 Surinaamse dichters, we hebben Indische dichters, we hebben Indonesische dichters, maar ook de mensen die hier zijn komen wonen en die of in het Engels of in hun eigen taal, in het Arabisch zijn blijven dichten. Dus, hij heeft het genoemd de eerste bloemlezing van de Nederlandse poëzie 101 gedichten uit het koninkrijk van 1945 tot nu en hij heeft dat samengesteld. Hij was in eh, 2019-2020 dichter des vaderlands en hij zag het als zijn taak om te laten zien dat de Nederlandse poëzie inclusiever was en veelzijdiger. Dus je zou dit eigenlijk naast alle bestaande bloemlezingen moeten leggen, want het is complementair. He, er zit heel veel in wat je nog nooit van hebt gehoord. En hij heeft dus alles wat eh, in een vreemde taal is, of in een dialect, of in een taaleigen, heeft hij naast een Nederlandse vertaling gezet. Dus ik wil één proberen. Ik wil niemand beledigen, maar het is zo mooi. En dat is het mooie, dat iets in een eigen taal is geschreven. En dan, eh, ik zal straks de vertaling, maar misschien kan je het goed verstaan. Min huis er wonen vreemde menskes in mijn oude huis. Menskes in zomerkleren, toffelen op het himomme. Volk dat de domweg denkt dat het nou heur huis is. Maar ze kennen de geluiden niet, de losliggende vosten, het amechtige kreunen van het huis in de wind. De stemmen van vroeger, die het altijd vernemen kunnen. Ze verstonden de woorden van het verbiëtiet niet. Ze horen de ikmulders niet, zien de vleemoezen niet. En ze kunnen er niet vulen wat als ik er vuele. Er wonen vreemde menskes in mijn oude huis. Arme meerskes. Het zal huurhuis nooit worden. En dus er wonen vreemde mensen. Ja, nee, huis. ze zullen wel, het nooit het, zo. Stond het best wel rekening, het volgen, hoor. Ja, ja goed. En het dus dat een, een, een Oosten-Nederlands dialect. Dit is Fries. En ja, Fries. Ja, het is Fries. Oh. Hij komt uit Wolvega. Maar hij schreef Meest in het suus. stelling. Werf. Neder, Duits. Oh. Dus misschien heb ik nu, zonder dat ik het weet, ik weet niet helemaal precies. Want dat vind ik één klein minpuntje. Er staat niet bij wie de schrijvers waren, wanneer ze leefden, welke taal ze zeiden. Dus ik heb me kapot gegoogeld en het er overal zo'n beetje bijgezet. Maar er zitten er dus ook oh. een paar uh, in, in het, ja, ik, ik noem het maar Surinaams. Uh, maar misschien is dat wel Schanda. Tonga. Tongo. 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 Um, maar bijvoorbeeld ook Mi sigi, Ason opon te den Stari wasikomoto... na loktu Mi sa Alanga. Nou, dat versta je natuurlijk niet. Nee, Maar het ritme is, het is wel helemaal. Zo mooi. mooi. Dus ik raad je aan. Koop het en lees het ook even. Doe je best even op die andere Hardop. talen. Uh, he, ik zal zingen lezen. om de zon te laten opkomen, wanneer de sterren weggewassen zijn uit de lucht. Ik zal zingen in wolken van Oranje. Het is ook prachtige gedichten natuurlijk. Maar het, het, is, het zijn allemaal gedichten die je Meteen begrijpt, het is niet dat je denkt: ja, rare gedichten, het zijn menselijke gedichten. Het zijn van de vervreemding van hoe het hier is, over het weer, over de gewone dingen. Dus het is een ontzettend, ja, ondanks de taal toegankelijk, want je hebt alle vertalingen erbij. Um, en ja, het is ook mooi, want je hebt ook, wat je hebt, Rahantoknan, dat is een Moluxe dichter, en die, die woonde in Groningen. En die heeft daar uh, gedicht en gewerkt. En die woont er trouwens nog. En die heeft de trein langs de punten. En dat ja. is natuurlijk interessant. Ja. Want daar zijn natuurlijk de molukse kapingen geweest. Dus het refereert ook aan van alles. Zeer aanbevelenswaardig.